Eerst was ze een tijd lang voor de slowjuicer blijven staan, die ze over de zijkant aaide alsof het een lief, zacht huisdier was. En daarna was ze op haar knieën voor de koelkast gaan zitten, met haar voorhoofd tegen de deur. Meer dan een uur zat ze daar, zonder te bewegen. Toen legde ze haar hand op de hendel. We zagen hoe de spieren en pezen van haar hand zich spanden, terwijl ze met al haar kracht kneep. Haar elleboog bewoog een klein stukje omhoog en ze liet los. Ze stond op, wankelde, greep het aanrechtblad, boog voorover, het hoofd tussen de knieën. Richtte zich weer op, nu langzamer. Zette een stapje. Haar ogen dwaalden door het kleurloze donker en bleven rusten op een appel die in de fruitschaal op het aanrecht lag. Ze liep er naartoe, maar pakte hem niet op. Ze boog voorover, bracht haar neus er heel dichtbij en bleef naar de appel staan kijken. Als wij hadden kunnen spreken, hadden we haar toegeroepen: "Eet dan, vrouw, eet! Niemand houdt je tegen!" Maar ze at niet.